Mijn ouders die hebben eigenlijk zo lang mogelijk geprobeerd om Jan een normale opvoeding te geven. Maar het is best wel moeilijk, want het was natuurlijk geen gewoon jongetje. Jantje Smit! Maar hij werd ook brutaal. Hij zei ook, ja, nee, dat wil ik helemaal niet meer zingen. Hij zegt, ik heb een beetje last van achtervolgingswaanzin. Ik zeg, achtervolgingswaanzin? Hij bood ons letterlijk een podium richting de rest van Nederland. Daar zijn we hem eeuwig dankbaar voor. Als de kogels op Jan afgevuurd zou worden, zou ik er gewoon voor gaan staan. Het is van alles. Ik ben eigenlijk niet zijn manager. Jan is gewoon mijn vriend. Ik kan me wel herinneren, en dat zie ik nu natuurlijk ook terug op alle foto's en alle videobanden die wij nog hebben van vroeger. Dat hij graag in het middelpunt wilde staan. Nou, Jan die kwam natuurlijk al als kind als aan bij mij. Want zijn vader ging natuurlijk op zondagavond tot vrijdagmorgen de Noordzee op. En ik zat dan in de horeca nog vroeger. En dan was ik in de winter, zat ik altijd vrij. En als er wat was, belde zijn moeder op, want die moest ook aan het werk. En dan wil jij niet even met Jan mee naar de kapper of naar de tandarts? En ja, echt ondeugend. Jan, mag niet Jan. Niet doen Jan. En dan toch eventjes dat stapje verder geven. En dan, ja, dan lachen. En dan kwam het club weer met die blik van, dan was je toch weer verloren. Ja, wel hier. Dag, Anna. Jan was al heel vroeg met muziek bezig. En hij zong altijd en hij had een eigen drumstel. En we hadden allemaal microfoons thuis en een karaoke set. En we hadden een eigen band vroeger. En Jan die zat achter de drumstel en ik zong. We hadden nog een neefje, die hing er ook een beetje bij. Dus we hadden eigenlijk gewoon een band en we schreven zelf een beetje gekke liedjes. En bij mijn moeder op de vliering was dat, op de zolder. We deden echt allemaal aan elke playbackshow of wat er ook voor talentenjacht in het dorp was, daar deden wij aan mee. Zag je al dat bravoure. Hij kwam gewoon op en had scheid aan alles. Ik ga gewoon meedoen en ik zie wel wat schitterend. Meestal won hij. Ja, dat vond hij kicken. Dat is eigenlijk best wel grappig, want mijn ouders zijn helemaal niet zo zelf. Dat zit er denk ik gewoon in. Hij wou natuurlijk Jan Keizer worden. Dat wou hij. Nou, dat is hem goed gelukt. Jan was 10 toen hij gevraagd werd bij het koor van meester Bummer. Hij zong in een kinderkoor. En toen zocht de beest en zocht een jongetje. Wij vonden het gewoon een leuk idee om iets samen te doen met een klein kind. En toen hebben ze dat geïnformeerd bij het koor. En nou, iemand die daar de leiding had, die zei, Jan Smit kan dat doen, die durft dat. Toen ik hem voor het eerst zag, was hij eigenlijk meteen al een eigenwijze op zo'n mietertje. zo zag ik hem. Hij was wat brutaal, felle ogen. En hij wist wat hij wilde, hij was al met zijn show bezig. Ja, hij had toen al charisma eigenlijk. Hij had het perfect ingestudeerd en hij kwam daar en hij zong dat gewoon supergoed. Hoe hij kwam oplopen, was echt zo'n oude Volendam. Een beetje dat zo zwaaierig. Hij straalde meteen en hij deed het. En het was gewoon ontroerend. Echt zo'n jongetje en spatzuiver zingen. Ja, het was prachtig. Twee starzoetjes, hè?
toch? Ja. Nou, 14 jaar oud zal ik geweest zijn. En toen heen hadden we Jantje Smit. En ja, ik wist natuurlijk niet wie dat was. En op een gegeven moment kwam hij dus op tv met Corolla. In die zaal in Chassé ging iedereen rechtop staan. En toen dachten we, keken wij elkaar zo aan van, jeetje, dit is te gek. Dit jongetje heeft iets speciaals. Hier moeten wij wat mee. Dit kan je niet laten liggen. Dus die hebben Jan benaderd en met het voorstel om een cd op te nemen. Nou ja, die was natuurlijk dol enthousiast. En toen hebben ze hem de kans gegeven om het lied, om een liedje te maken. Ik zing het lied voor jou alleen, is dat. Op een dag vertelde mijn lieve oma dat zij op weg ging heel alleen. We lieten het aan kennissen en vrienden horen. En dan zag je echt bij iemand in de straat gewoon een traan over de wangen lopen. Die zei, hij is gebakken jongens. Dit is een kraker, geloof mij. Nou ja, dat was dus een liedje die ineens van niks op nummer 1 kwam op 7 april 1997. Er ligt een telefoontje van iemand van de uitgeverij. En ik pak het telefoon op en hij zegt, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn 1. We hebben onze potlood en pen neergelegd. En zijn echt een feestje gaan vieren. Ja, dat was natuurlijk echt ongelooflijk. En dat was een heel groot feest toen ineens. Ja, en Jan werd in één klap beroemd. Het was wel vrij uniek als een jongen of een jongetje van 11 het lief van zijn oma en dan van niks op 1 kwam. Jan? Ja. Uw zoon komt net thuis. Die komt thuis, school gedaan. Doe maar even uit. Hij mag niet in beeld, hè? Hij mag niet in beeld. Er zijn strenge regels voor en daar moeten we ons eigen aan houden. Ja, Jan die kwam daar gewoon aan met de bal onder de arm. En, nou, ga zitten en we willen even vragen. Nou, als het maar niet te lang duren, want daar waren we natuurlijk weer naar buiten. De hele pers in Volendam en wij met z'n allen boven zitten, want Jan mocht natuurlijk niet te vaak op tv. Dan krijg je meteen een gouden plaat en de Nederlandse pers was erbij. En Jan mocht er zelf niet bij zijn, voor de kinderbescherming, want het was werk. En toen dat ik nog weet dat ze oma heeft de gouden plaat in ontvangst genomen. Maar ik vond het wel jammer dat hij het zelf niet erbij mocht wezen. Want hij zat gewoon thuis met zijn zus. Ik zing dit. Wat vindt u belangrijk voor hem nu? Op het ogenblik een beetje rust in de tent. Dat vind ik belangrijk. Want? Nou, om hem te beschermen. Anders blijft het Jan niet. Mijn ouders die hadden geen idee hoe die wereld in elkaar stak. En ja, van de een op de andere dag kwam die grote Chrysler bij ons. Die grote Amerikaanse auto de straat binnenrijden. Ik weet niet beter dan dat Jaap bij ons in huis kwam en... Dat is Jaap. En dat is de baas, de big boss. Hoeveel manager ben geworden van Jan? Jan's vader, dat was een vriend van mij. En die vroeg toen mij al een paar keer trouwens of ik niet Jan's manager wilde worden. Maar ja, ik had daar eigenlijk niet zoveel zin in, want ja, ik had het meteen erg druk. In die tijd was ik bezig met Piet Veerman, met George Baker, met Harry Slinger, met... aan die schilderen. Ik had ook nog een videotheek, ik had een hi-fi-zaak, ik had een telefoonwinkel, een speelautomatenbedrijf en ik had ook iets tegen om manager van kinderen te worden. Ik had ook allerlei verhalen gelezen over oplichtende managers met kindsterretjes zoals Wilma en Heintje en noem maar op. Dus ik zag dat niet zo zitten, ja, totdat hij op een gegeven moment op één kwam. Ja, toen had Jan echt een manager nodig en toen... Heb ik toen toch maar ja gezegd. Jantje Smit! We mochten overal mee naartoe. Nederland Muziekland, Telekids, met Carlo en Irene. En mochten we de hele dag backstage blijven. En nou, zo waren er nog wel een heleboel leuke uitstapjes die eigenlijk voor ons heel bijzonder waren. En ineens gingen er allemaal deuren open en...
is je broertje beroemd en kom je overal zo binnen. Toen het plaatje uitkwam van ik zing dit lied voor jou alleen. En dat was heel raar, want dat gingen ze in Duitsland ook draaien. En ik heb dat toen eens onderzocht. En ja, die Duitsers zaten eigenlijk een beetje te wachten op een nieuw eindje, zeg maar. La, 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 la. Dus toen hebben we besloten in een overleg met die jongens van BZN om een Duitsstalig album ook te maken. Gouden greep. Het was gelijk, stond dat er één. En er werden ook een half miljoen dus wel verkocht. Dat was voor toen de tijd ook al heel veel. Nou, en toen brak de weer los. Toen begon het. Jansje Smit. Ja, dit moet voor jou toch ook een waanzinnige ervaring zijn dat het nou in Duitsland begint te lopen, hè? Ja, zeker weten. Ja, dan krijg je natuurlijk meteen de aanvragen voor alle grote televisieshows, bij muziekprogramma's. Dan had je altijd een soort, zelfs met de Voice, zeg maar, dan kon je het winnen. En dan moesten mensen gaan bellen en wat ze het leukst vonden. Een beetje liebe, Jantje Schmidt. Een beetje liebe. Nou, in al die shows was Jan altijd nummer 1. Als er ook een Duitser nummer 2 was, dan stond hij te springen als een gek, want had hij gewonnen. Want nummer 1, dat wisten ze al, dat was Jan toch al. Dus voor de Duitsers was nummer 2 nummer 1. Ja, also Jan, die war ganz oft in Hitparaden mit uns beiden. Und er hat immer den Siegerpokal abgeräumt. Aber das Schöne war, wir haben danach gemeinsam gefeiert. Und wir haben uns eigentlich wie Geschwister lieb gehabt. Und deshalb haben wir ihm das von ganzem Herzen gegönnt. Aber er war immer in der Hitparade, wenn Jan dabei war. En Jantje Smit in Zuid-Bergen. Dan ben je wel trots. En dan komt die dag na weer terug. En dan zei hij van, nou, hoe vond je het? Ik zei, nou, top. Nou, begonnen weer en dan kwam ik weer met die prijs. We hebben hem. Ik zei, nou, top vriend. Daarop volgde, dan krijg je natuurlijk de aanvragen voor de optredens en de tourneeën. Toen hij eenmaal naar Duitsland moest, was het ineens ook een maand naar Duitsland. Want dan hadden ze daar van die tourneeën. En dan treed je gewoon elke avond in een andere hal treed je op. Jantje Smit. Ja, super. Zie je wat hier los is? Wie beliebt er is. Jaap ging altijd de eerste 2-3 weken ging Jaap wel eens mee. Dat die tour zeg maar, van 3 maanden, dat die liep. En dan ging of Jenny ging wel zijn, of zijn vader en moeder gingen wel zijn. Of alle wies gingen zijn. Jongens, wat is de bedoeling hiervan? Wat moet ik doen en wat moet ik zeggen? Nou, ik heb op de zeevaartschool gezeten in Urk. Want ik vond namelijk het hele artiestenberoep vond ik helemaal niet leuk. Ja, ik zat thuis op een gegeven moment werkeloos. Ik dacht, ja, dan ga ik dat wel doen en dan zie ik wel waarop het schip strandt. Ik zit er nu nog, maar dat terzijde. Dus ja, ik was jong en Jan was jong. Dus wij zijn eigenlijk samen volwassen geworden. Dus wij vertrokken dan vanaf Volendam en dan gingen we naar München, 800 kilometer vanaf hier. En dan kwamen we eraan, smiddags om 4 uur. Dan ging Jan repeteren met de band en dan wachten we tot 's avonds, uur of 8. En dan begon de show. Nou, Jan deed zijn ding en om 11 uur was het afgelopen, dan gingen we naar het hotel. Had ik een afspraak dat hij huiswerk meenam. En dat werd dan ook gemaakt. Hij had ook een speciale leraar, die was daarvoor aangewezen, die dat in de gaten hield. En dat ging ook uitstekend. En dat is ook wel gebleken later, want hij is zo'n linker geloordeur. En op een gegeven moment heb je elke stad in Duitsland heb je wel gehad. Ga mijn hazes aan. Alweer? Alsjeblieft. Nou, daar gaan we. Onze gezamenlijke vriend. Wat hard. Dat was natuurlijk voor mij een heel groot verschil. Want kijk, als ik was natuurlijk ook manager bijvoorbeeld van George Baker, die in de hele wereld nummer 1 stond. En Jan stond op een gegeven moment ook al in een aantal landen nummer 1. Met Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, België. Maar ja, het was en bleef natuurlijk wel een jongetje.
Kijk, ik kom met George Baker, oftewel Hans Bouwer, daar zat je gewoon zakelijk te praten. Maar dat kon met Jan alvast niet. Want ik wilde dus niet tegen Jan zeggen, bijvoorbeeld, we gaan op tournee en ze willen dat en dat betalen. En ik wilde natuurlijk niet hebben dat Jan de Spaanders op schoolplein riep van, nou, ik heb afgelopen weekend weer even een halve ton verdiend of zo. Dat gaat niet gebeuren. Dus ja, dat was natuurlijk moeilijk, want hij viste wel eens van, ja, wat verdien ik nou eigenlijk? Dan zei ik, ja, Jan, dat ben jij je vader daar. En als hij dan zijn vader vroeg, dan zei hij, ja, dat weet ik niet, dat weet Jaap. Dus we zeiden het gewoon alle twee niet. Dan zou je wel zeggen, ja, moet dit er ook nog bij, maar daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om, maar het gaat erom dat ja, die mensen die willen helemaal graag een cd kopen van de artiest zelf. En ja, en als die artiest hier dan niet staat, want alle artiesten doen dat, dan ben je gewoon asociaal of gelui. Dus ja, het hoort gewoon bij het optreden. Nou, niet nog wat. Het was niet een echt een uitgebreide eter. Want in het begin liep ik met zo'n doosje met hagelslag in mijn zak. Dat was standaard. En als we naar een restaurant gingen, dan was het alleen een schnitzel. En het liefst elke dag een hamburger. Maar ja, dat kan niet. Want als je 60 dagen met zo'n jongetje op pad gaat, dan kan je niet alleen maar hamburgers laten eten. Want dan komt hij met scheurbuik terug. Dat kan gewoon niet. Ja, het was altijd de vaste crew was er altijd bij. De catering was erbij. En de mensen die vongen hem wel op. Ja, en dan ging je weg. Bijvoorbeeld op maandag. En dan was hij die dag alleen. En dan kwam s'avonds bijvoorbeeld weer iemand anders. En dat vond ik altijd wel. Dat vond ik nooit zo fijn. Dan laat je toch een jongetje van een jaar of 14, 15 laat je alleen achter. Dan zou ik nog een dag wachten totdat de andere was. Nou, dat vond ik nooit zo leuk. Jan had er op zich geen moeite mee dat hij zo lang van huis was. Dat vond ik trouwens knap van hem, want hij was nog jong. En ik wisselde het af met mijn vader. Bij ons was het zeg maar week om week. Mijn vader ging een week, ik ging een week. En Jan zat daar. Maar kijk, hij was 11 tot het gebeurde. En volgens mij overkwam het hem ook gewoon. Tot hij gewoon op een gegeven moment was hij daar. En trad hij op voor op een tv-show voor 10 miljoen mensen. Dan stond ik wel eens naast hem in de coulissen te praten. En dan hadden we het ergens over. En dan werd hij aangekondigd dat hij moest optreden. En dan trad hij op in een tv-show. Voor 10 miljoen mensen, en dan liep je terug en dan ging je weer verder waar we gestopt waren. En dan zei ik wel eens tegen hem, Jan, heb je wel door dat je nu voor 10 miljoen mensen hebt opgetreden? Maar hij zit daar niet mee en zat daar ook niet mee, want hij was zo jong dat hij daaraan begon, dus hij weet niet beter. Al langer onderweg kwam ik toch achter dat het toch wel een hele bijzondere jongen was. Echt een hele toffe vogel. Alles was goed, alles kon. Ja, je had wel eens een meningsverschil, maar ik bedoel, ruzie heb ik met Jan nooit gehad. Nooit. Ja, één keer toen had ik benzine in de diesel gehoord. Toen had hij een afspraakje met een meisje en dat ging in de soep. Nou, toen waren de aardappelen echt gaar. Maar dat zakte later weer af. Ik denk dat hij gewoon gedacht heeft, dit is mijn leven. En ja, het is zo. 7.885. 7.886. Nou, dit is nog een heel oud kussen. Kun je eigenlijk al wel een beetje verschil zien. Deze is al jaren oud, heb je nog een jong bekkie. Als jij zo in ene in de picture staat, dat is natuurlijk niet normaal. En als hij dan thuis kwam, dan was het gewoon weer Jantje Smit. Dat gewoon boodschappen moest halen en naar school moest. Maar het is best wel moeilijk, want het was natuurlijk geen gewoon jongetje. Maar mijn moeder die dacht gewoon, ik wil graag dat hij gewoon om 8 uur van bed af is. En dat hij zijn eigen bed opschudt. En dat hij 's morgens boodschapjes gaat doen voor het eten. Dat hij dus ook leert wat een zo normaal mogelijk leven is. Maar zo moest je toch ook een keer van je moeder bij Bart Smit werken? Ja, hij heeft stickertjes geplakt bij Bart Smit. om maar gewoon aan te geven van, nou ja, dit is gewoon werk wat je... Dit is normaal werk waar je gewoon 3 gulden per uur mee verdient. En dat moet je gewoon een keer gedaan hebben. Ja, als je dan 3 maanden met iemand in de auto zit, of 6 maanden... Ja, dan wordt dat gewoon je maatje, zeg maar. Dag in, dag uit. Dus als je dan thuis komt, dan moet je weer even, wennen. Want dan moet je om 12 uur middags bij de meid. En even op bezoek bij die. En, waar je dan in het begin van denkt van, moet dat nou allemaal weer? Maar ja,
Dat moet wel, want zo hoort het eigenlijk. Het is gewoon een band. Ik denk niet dat die gauw te breken is. Want met degene waar je mee werkt, daar vertel je op een gegeven moment meer aan als thuis. Want je zit gewoon uren naast elkaar in de auto. Overal waar je komt is het gezellig. Je komt in een heel andere wereld, je ziet hele mooie dingen. Je mag bijna overal mee naartoe. Hij ziet Jan als zijn kind. En ik ben zijn vrouw, dus als we met z'n tweeën zouden verzuipen, weet ik niet wie je zou pakken. Wie pak je? Ik doe er geen uitspraak over. Ik denk, ik weet niet. Ik zou snel handelen. Ik pak eerst Jan en dan Ria. Sorry, Ria. Maar Jan die trok ik als eerste snel eruit. Al had ik hem dan dicht bij de hand en dan ging ik nog even verder om Ria te pakken. Maar Jan ging er eerst uit. Jan zat natuurlijk constant in Duitsland en die won de ene naar de andere prijs en alles ging goed. En ja, hij verdiende natuurlijk ook een hoop geld. En ja, maar toch had hij zoiets van, dit is het niet. Het was allemaal de lieve Jantje. En elke avond werd hij door al die omaatjes in zijn wang geknepen en geknuffeld en gezoend op zijn hoofd. En oh, wat is dat jongetje lief. En ja... En Jan had eigenlijk liever dat wel bij jonge meiden zonder te doen. Jan die vond de meisjes leuk. En die wilde gewoon de dijk op. En die wilde ook eigenlijk een beetje bekendheid bij ons op het dorp. Maar ja, Jaap had ook weer zoiets van, ja jongen, het gaat hier gewoon hartstikke goed. Je kan dit ook weer niet zomaar laten gaan. En... Maar we kunnen natuurlijk wel altijd gewoon gaan proberen in Nederland. Nou, er is wel een periode geweest dat Jan een beetje tussen wal en schip viel. Dat hij in Duitsland zeg maar heel populair was en heel groot. En dat hij eigenlijk alleen maar daar carrière had. En dat hij in Nederland eigenlijk een beetje, ja, Jan shit werd genoemd. Dat iedereen dacht van, ja, weet je, wat wilde Jan nou? En die krijgt de baard in zijn keel, dan horen we straks niks meer van hem. Maar dat we begonnen met Jan was het echt... amper in Nederland eigenlijk. Het was niet makkelijk voor hem ook in het begin natuurlijk. Hij was niet echt geaccepteerd hier in Nederland. De mensen luisterden niet graag naar Nederlandse muziek. Hij is eventjes bij mij op school geweest en in permanent dan. En toen was het wel bekend, ja, Jantje Smit zit hier ook op school. Dus het was wel een soort van, hij was wel groot, maar eigenlijk heel klein nog, want niemand vond het leuk. Of tenminste, zeker niet van de middelbare school af. Ja, er was toch wel een soort van jaloezie, denk ik, onder de... Ja. Onder de... Kinderen, wat je op die leeftijd meer hebt. Dus ja, dat was toen Jantje shit in Nederland. Vond je al niet leuk? Vond je niet leuk? En toen waren ze op school nog weer eens bezig. Wat je nou alle dagen in de kranten leest, pesten en treiteren en noem maar op. Dus toen waren ze weer een hele dag bezig geweest met Jantje shit, Jantje shit. Nou, toen kwam ik bij me thuis en toen ik weer helemaal ontdaan. Ja, dit en dat. En... Ik zei, Jan, ga nou maar zitten, vriend. Ik zei, nou, moet je hier eens mee stoppen? Ik zei, van dit hou je. Hij zegt, hou ik dit? Waarom? Ik zeg, nou Jan, ik zeg, als je nou echt de allergrootste artiest wordt van Nederland, ooit, ik zeg, dan vinden 8 miljoen mensen die vinden je helemaal top. Ik zeg, maar die andere 8 miljoen, ik zeg, die scheidt op je hoofd. Ik zeg, die vinden jou gewoon, jij shit. Ik zeg, dan denk je niet, ook niet zo doen. Ik zeg, dus dan moet je gewoon met leren leven. Ik zeg, oh, is dat zo? Ik zeg, ja. Hij zegt, oké, nou ja. Op een gegeven moment wilde hij ook geen Jantje meer eten, maar... Hij maakte gewoon een statement, vanaf vandaag heet ik Jan Smit. Ik zeg, Jan, jij bent de eerste artiest in de wereld die zijn naam verandert wanneer hij echt beroemd is in een land. Dan hou je die naam. Nee, maar hij wilde toch Jan zijn. Hij wilde gewoon verder in het leven en hij wilde serieus genomen worden en niet meer dat kleine jongetje zijn. Want hij werd ook brutaal. Hij zei ook, ja, nee, dat wil ik helemaal niet meer zingen. Ik wil eigenlijk ook liever mijn eigen teksten maken. En toen dacht ik bij mezelf, laat het maar gebeuren. Ik had daar geen problemen mee. Ik ben verliefd, maar niet op jou. Toen heeft Jaap Buis gevraagd aan mijn vader en aan mijn mama Kees, Ton en Tol, of die muziek voor Jan wilde gaan schrijven. Je speelt ontzettend veel mooie liedjes. Maar toch ook, elke keer als je dit liedje speelt, dat vind ik het wel top. Die hele tent staat in te roken, dat begint zo. Ik weet nog wel dat de vader toen heel erg heeft getwijfeld, ook samen met mijn oom Kees. Omdat ze toen die tijd dachten dat Jan Smit eigenlijk een beetje een zinkend schip was.
Weet je, want toen had hij net dat imago van Jantje Smit, was een beetje klaar. Ja. Baard in zijn keel. Hij werd een beetje dikker, hij kreeg puistjes, hij kreeg een baard in zijn keel. Dus dat succes was wel afgelopen. Dachten ze. We moesten even denken van, nou, hoe gaan we dit aanpakken? Want daar komt het Duitsland vandaan, in Duitse muziek, slagermuziek een beetje. En hoe gaan we dat doen? Vorig jaar ben ik begonnen met het schrijven van eigen nummers. Zelf. En proberen in ieder geval. Ik bedoel, je weet nooit of het iets is, maar daar ben ik hartstikke druk mee bezig. Sorry. Er was een moment dat ik gestopt was met mijn opleiding, mijn toenmalige opleiding. En Jan kwam dat ter oren, dus die belde mij. En ik weet nog dat ik dacht, Jan Smits, oké. En hij zei, je hebt zeker heel erg weinig te doen op dit moment. Ik zei, dat klopt. Toen zei, nou, dat treft. Dan heb je koffie. Ik woonde toen de tijd nog bij mijn moeder. Dus die kwam bij ons op visite en ik speel veel gitaar. Dus er stond een gitaar en hij begon te pingelen. En hij zei, ik heb trouwens een liedje gemaakt. En het ging over bloemen, wolken, zon, harten, engelenvleugeltjes. Dat soort zoete teksten. En ik gaf mijn eerlijke mening dat ik het liedje op zich goed vond, maar de tekst vond ik niet zo sterk. En hij zei, als je het dan zo goed weet, probeer jij dan eens iets. En binnen een week was dat liedje af, wat uiteindelijk ook op zijn cd is gekomen en heet Stapel op jou. Ja, dat was de aftrap van een hele mooie periode. Stapel op jou. Toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, was Jan vaak bij mijn vader aan het inzingen. Dus dan pakte ik vaak mijn telefoon erbij en dan stuur ik hem een sms'je van, joh, kan het eventjes wat zachter, want ik lig hier te pitten op mijn vrije dag en nu word ik wakker van jou gekrijs, zo noemde ik dat dan eventjes. En dan kreeg ik terug, wat moet je nou, het is jouw erfenis hoor, wat ik hier aan het inzingen ben. Dus had ik zoiets van, ja, laat ik maar zingen ook. Het zal een paar miljoen zijn. Als mijn vader dit hoort, nee hoor. Jan was toen de tijd heel veel in Duitsland te vinden. Weinig in Nederland. De momenten dat hij een ideetje had of ik een idee, speelden we vaak naar elkaar door via de telefoon. En op de momenten dat hij weer in Nederland was, kwamen we samen, reden we naar de studio van Ton en Tol, speelden we het voor. En daar werd dan een demo gemaakt. Maar we hebben dus heel veel liedjes met honderden kilometers afstand geschreven. Jantje Smit werd Jan Smit, dus het tje in Nederland werd weggelaten. Jan ging iets wat volwassenere muziek maken. En Jan ging meedoen met het programma Bridget's Triangle, heette dat geloof ik, met Bridget Maasland. Ja, Bridget, Jan Smit, BNN. Ik werkte destijds bij BNN en die gaven mij de kans dat ik dit mocht produceren. Nou, toen kwam ik natuurlijk met een lijstje aan met BN'ers die ik graag wilde. En daar stond Jan Smit ook bij. En toen werd er wel eerst me echt zo een soort van lacherig aangekeken van... Why? Wat moeten wij met Jan Smit? Maar ik vond hem altijd heel erg intrigerend. En zeker zijn carrière zag er gewoon heel bijzonder uit. Ik kende niemand die als kindsterretje zo groot in het buitenland was en in Nederland... eigenlijk best wel onderschat. Nou, die ging mee naar Amerika een paar dagen en dat werd toen uitgezonden. En toen zag iedereen opeens de andere kant van Jan Smit. Dag Rievert, slaap lekker. Oh, nou. Ja. Heerlijk. Zo gaaf. Wat een waanzinnige stad, hè? Ja, dat is prachtig. Dat komt niet elke dag. Waarom ben jij? Heel erg. Nee, ja. Dat kun je niet uit omschrijven. Eerst was de jongen uit Volendam, dat kindsterretje wat in het buitenland het goed deed. Die over zijn oma zong en, hè, beetje stom. Iedereen vond het een beetje stom, Jantje. En ik denk dat ze toen pas in één keer zagen dat het Jan was van vlees en bloed. En met een waanzinnige carrière. Een keihard werkende, integere jongen. Ontwapenend. Ik denk dat men het toen pas zag, of zo. Jan kwam heel positief, ik kan me nog heel goed herinneren, hij kwam heel positief naar voren in dat programma. Toen kwam natuurlijk het idee van een real-life soap.
toen sloeg het helemaal om. Toen ik op het idee kwam om een soap met Jan te maken, wat eigenlijk niemand zag zitten. Toen hebben wij zelf gewoon een aflevering laten maken. En toen hebben we tegen de Tros gezegd van hier heb je hem. Ja Jan, hallo vrouw. Het is Tros. Ik roep niet paard. Gerard Baars, toen de directeur van de Tros, die had plotseling op zondagmiddag een gaatje, want er was wat uitgevallen. En die zond dat uit. En zonder aankondigingen keken daar 850.000 mensen naar. Dus die hing maandagochtend om 9 aan de telefoon. Doe mij nog 20 van die afleveringen. Wij vroegen ons natuurlijk wel af als gezin van wat wil Nederland nou zien in ons gezin. Weet je? Wij zijn gewoon standaard gezin en we eten tussen de middag warm. Dat was voor heel veel mensen blijkbaar al iets heel bijzonders. Daarom hebben jullie een soap gekregen. Omdat jullie 's middags warm eten. Ik denk dat dat het is. Wil je even de klas vullen wat maakt jou zo? Dat wil ik wel. Ik moet vinden even vandaag een bakkenpeutje bij jullie, want het is op. Dag meid. Je moet je drie een bakje saus halen. Oh jee dan. Joepie, joepie. Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk en die camera, alleen het gevaar was, die camerajongens werden op een gegeven moment, ja, horen gewoon bij de familie en dan heb je niet meer in de gaten dat er een camera draait. En dan vloep je alles eruit. 2 liter eieren. Nee. 2 liter eieren. 2,3 liter eieren. Ja, Monique, 12 liter haren. Lekker dom. En dan heeft heel Nederland gelijk een mening. En dan denken ze allemaal, wat een dom meisje. En als mijn moeder bijvoorbeeld butter en eek maakt, dus dat is zo'n sausje die wij hier bij de vis eten. Dat is gewoon boter met azijn en peper. Dan was het... het pannetje uitverkocht bij de dag erna in de winkel. En ja, nadat de eerste paar uitzendingen op tv waren geweest, toen kreeg hij echt fans bij. Echt meisjes die verliefd werden op Jan. Die soap heeft zijn carrière ook een enorme boost gegeven. Want toen kon echt iedereen kon Jan Smit. Nou ja, nu werden we natuurlijk zelf ook erkend. En mijn ouders zijn er helemaal niet van. Moesten wij met mensen op de foto, want ja, ze kennen ons van de soap. En mensen bij mijn moeder aan de deur en in de auto slapen. En dat je echt dacht van, waar gaat dit over? Dat vond ik wel een beetje gek hoor. Dat mensen als Jan er niet waren, dan moesten wij op de foto. En al stonden ze maar voor het huis, voor de deur, vonden ze al leuk. Daar moest ik wel op een gegeven moment een beetje van kot. Die mensen voor de deur. Moest je van spijgen. Van spijgen. Nou, en toen ging het in rap tempo exploderen. Dat duurde geen 3 weken toen... Ja, hier op kantoor, de optredens liepen binnen. Ja, het was gewoon in één keer heel druk. Tiek, volle zalen, volle agenda. Het was in één keer een booming business. Jan Smit, onderbroek. De Jan Smit, cap. Nou, dit zijn dan dus de slippers van Jan. Heerlijk voor in de sauna of op het strand. Dan nu ook iets voor de dames. De Jan Smit, string. Ja, ik kan hem wel aandoen, maar hij past mij niet zo goed. Dus ik zal het hiermee moeten doen. Fantastisch. Ja, en op een gegeven moment kwam toch wel een beetje Jan's droom dan uit. Er stonden echt duizenden gillende meisjes voor het podium en hij kreeg liefdesbrieven. Ja, als je 18 jaar oud bent en er ligt dan gewoon een heel land aan je voeten en je hebt geen verkering. Ja, voilà, strings op het podium en ook wel briefjes van Jan, mogen we met je mee naar huis? Ja. En dan laten we alle hoeken van de kamer zien. Ja, daar heeft Jan wel gretig gebruik van gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Als een jongen van 16, 17 ging hij daar wel goed mee om. Laat ik het daarop houden. Nee, maar hij zou gek geweest zijn als hij daar niet optimaal gebruik van gemaakt hebt. Als je ergens kwam met optredens, dan moest er bewaking bij. Al mijn koren die had handen vol met werk. Dus honderden meiden die moesten op de foto's, de onderbroeken die vlogen om je oren. En dat je van optreden naar optreden achtervolgd wordt door auto's. Van mensen die willen weten waar je dan nog meer optreedt. En ik weet nog wel dat ik dat best bijzonder vond. Dat, ja. dat er jonge meiden allemaal stonden te gieren alsof Michael Jackson op het toneel stond. Iedereen nog dat jij jaloers was.
Nee, ik denk niet dat het moeilijk is dat Jan daar problemen heeft dat hij meer vrienden is bij. Ik druk hem wel eens met zijn neus op de feiten hoor. Ik zeg wel, ben vaak degene die zegt van weet je wel, dat wij met veel minder toe moeten doen. Ik denk niet dat dit normaal is. En dan schrijf ik, heb ik nou gelezen in de bladen, wat hij aan telefoon kost heeft, ik kan een ander in de auto van rijden. Dat is gewoon zo, want daar houdt hij absoluut gereden. Hij heeft het en hij maakt er gebruik van. Toen werd hij 16, toen hadden we met z'n tweeën in de auto, toen zegt hij tegen mij, hij zegt, ja, nou word ik jaren. Hij zegt, kan ik nou nog een scooter kopen? Ik zeg, je kan er misschien wel 10 kopen. Nou, ik spring straks eerst op een brommer. Als hij het tenminste doet, want hij staat allemaal stil. En dan rijd ik eerst naar de dijk, een beetje bij de haven kijken. En ja, naar mijn vrienden toe. De gewone normale dagelijkse ding. Toen kocht hij zo'n citaatje en daar heeft hij denk ik, van zijn 16e tot zijn 18e, heeft hij daar denk ik 100.000 kilometer op gereden. Totdat hij 18 werd. En toen, mocht Jan even een BMW gaan kopen. Ja. En dan heb je natuurlijk een hoop mensen in het dorp die wel even staan te kijken. En ik denk dat hij toen ook wel echt zoiets had van, kijk, hier doe ik het toch wel allemaal voor. Jan heeft gewoon altijd het geluk aan zijn kont. En dat komt waarschijnlijk ook door zijn positieve instelling, dat hij dat gewoon zelf afdwingt. Ik heb het hem wel eens horen zeggen op tv ook, je geluk moet je afdwingen. Dan dacht ik van, nou, wat zeg jij nou? Maar het is wel een beetje zo. Wat een quote. Wat een waarheid. Jan is een heel vrijgevig en gul persoon. En hij gunt iedereen ook alles. En een van de grootste voorbeelden daarvan vind ik het Nick en Simon avontuur. Hij wist dat Nick en ik al jaren probeerden om ook een carrière van de grond te krijgen. En toen Jan eenmaal die Real Life Show kreeg, was het logisch dat ook zijn vrienden ook in beeld kwamen. Wat ervoor zorgde dat het opnameproces van Nick en Simon in beeld kwam. En dat wij dus heel langzaam maar zeker werden voorgesteld aan het grote publiek. Ik ben Nick, ik ben ook een vriend van Simon en van Jan. En ik treed al 5 jaar met Simon op. Maar ik kijk, zie ik je ogen, ik hoor overal je stem. Ik denk dat ik verloren ben. Hij bood ons letterlijk een podium richting de rest van Nederland. En ja, daar zijn we eeuwig dankbaar voor. Nee, dat was in de tijd dat wij inderdaad al 8 jaar bezig waren een platencontract te krijgen. En dat werd op een gegeven moment een leidensweg. Dat werd gewoon heel frustrerend, omdat we iedere keer 0 op het orkest kregen met onze Engelse liedjes. En ja, ik had Jan toen echt nog nooit gesproken. En ik kwam hem tegen op de dijk en we waren allebei dronken. En ik zei gewoon het een soort van wanhoop van Jan, als jij iets kan doen, iets kan betekenen voor ons, zodat wij hier van dit dorp afkomen en verder komen het land in, dan moet je dat doen. Waarschijnlijk heeft hij gedacht van, krijg jij maar de tering met je Engelstalige muziek. Dikke plakken stront in je nek, dacht hij. Zoiets. Maar niets was minder waar, want Jan heeft het gewoon gedaan. De volgende dag staat Jan Smit onaangekondigd met Simon bij mij voor de deur. En die zeggen, we gaan binnenkort een halftour doen, wil jij bandleider worden? En Jan had nog nooit bij mij voor de deur gestaan. En we kenden Jan wel, maar niet zo goed dat hij dat zou vragen. Dus toen zijn we gewoon met z'n drieën zijn we een beetje zijn band gaan formeren en gaan leiden. Toen hadden wij zoiets van, ja, dit is eigenlijk het leukst. Dit is eigenlijk leuker dan rockmuziek spelen en proberen zo stoer mogelijk en zo keihard mogelijk muziek te maken. Toen zijn we van het Nederlands talige liedjes gaan houden en daar zitten we 5 jaar later. Dat maakt onze waardering voor Jan des te groter, omdat in die jaren dat hij die spurt kreeg, toen zijn er nog wel eens wat nare opmerkingen heen en weer gegaan. Dat hij dat uiteindelijk toch doet, dat getuigt van een groot hart. 3, 4... Te veel leren daarop op een keer is de wereld wel eerlijk verdeeld. Zie ze kijken, begrijpelijk weer, succes is mijn evenbeeld. Ik droomde dat ik verdronk in een bad vol met tranen om wat ik verloren had. Het succes gaat niet alleen maar, is niet alleen maar roze geur en maneschijn. En Jan heeft ook mindere periodes gekend. Uiteraard datgene wat we allemaal hebben meegekregen. Het feit dat hij een maand of 6 stil moest zijn, omdat hij groeven in zijn stembanden had en daarbij ook nog poliepen. Maar hij heeft ook een periode gekend waarbij hij achtervolgingswaan had. En
Dat droeg hij allemaal alleen bij zich. Ik denk dat alleen Jaap ervan af wist en Alois. Ik had Jaap. Wat er gebeurde is natuurlijk niet gek. Als jij 16, 17 bent en je kan opeens niet meer buiten. Of je wordt belaagd door mensen. Dan gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Dus op een gegeven moment dan liepen wij ergens en dan keek hij continu achter zich van... Maar er liep niemand. Dus nadat hij dat 3 keer gedaan had, zei Jan, zoek je iemand of zo? Hij zegt, ik heb een beetje last van achtervolgingswaanzin. Ik zeg, achtervolgingswaanzin? Ja, ik denk de hele tijd dat er mensen achter me aan zitten. Ja, ze staan er weer. Ik zeg, wie dan? Ja, stond daar foto's te maken. Je bestaat niemand, Jan. Oh, dat dacht ik. Nou, dat dacht hij, maar dat was natuurlijk ook zo. Dus het was helemaal niet zo gek dat hij daar op een gegeven moment last van kreeg. Hij ging ook dingen vermijden. Hij wilde niet meer in willekeurige restaurants eten in Nederland. Want ja, dat, als hij daar binnenkwam, dan moest hij natuurlijk eerst weer op de foto. En dan moest hij weer dit en dan moest hij weer dat. En op een gegeven moment was hij er even klaar mee. Hij had zo lang ernaar gestreefd om dat voor elkaar te krijgen. En op een gegeven moment lukte het. En toen ging het tegenstaan. Ja, vind ik niet gek. Vaar nog even met me mee, ik kom er nooit alleen. Laat me zweven op de wind en hou me op de been. Mijn hart is misschien groot, maar niet van steen. En het wordt nooit meer zo onschuldig als voorheen. Mij heeft hij het pas verteld nadat hij er weer een beetje mee leerde leven. Toen kwam hij bij me en vertelde hij dat hij aan de medicijnen had gezeten om wat rustiger te worden. Maar dat is dan weer typisch Jan. Hij wil niet anderen met zijn problemen opzadelen. En dat zou hij misschien meer juist wel moeten doen. Alle meisjes in Nederland wilden eigenlijk wel met Jan. En Jan wilde eigenlijk ook wel met hun. Maar Jan was eigenlijk toch wel bewust dat hij uiteindelijk met een Volendamse wilde. Met blond haar. Dat was wel Jans uitgangspunt. Maar voor die tijd, voordat hij Lisa ontmoette, heeft hij eerst even gekeken of dat echt wel zo was. Op een gegeven moment kwam hij met Ellemieke Vermolen in huis. Was ook geen Volendamse. En later met Jolante, was ook geen Volendamse. Gaat dat Jan Smit en Jolante? Ja, zeker. Bent u bereid om te bemiddelen? Nou, heel blij dat Wesley Sneijder eindelijk weer een keer scoort. Ja. Ik vind het erg jammer om dit bericht te horen. Maar denk ik dat dat geldt voor velen. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk het interview gezien met mijn moeder over Alles is weg. Laat ik het zo maar noemen. En mijn moeder heeft gewoon na die tijd een hele bewuste keuze gemaakt van ik wil helemaal niks meer met publiciteit te maken hebben. Die vindt het gewoon helemaal niet leuk meer. Ze hebben het heel lang wel gedaan en dat heeft Jan ook denk ik gebracht tot waar hij nu is. En nu zeggen ze gewoon van wij willen gewoon nu weer in anonimiteit leven en dat gaat heel goed. Maar het is toch zo gekomen dat hij met een Volendamse in huis is gekomen. Want het is Lisa geworden. Ik ben, vind ik, een van de gelukkigste mensen van de wereld. Ik heb geen zorgen. Ik kom overal. Leuke vrienden. Leuke vriendinnen. Mijn ouders zijn top. Ik weet niet wat ik nog meer zou moeten wensen. Ja, straks als ik ouder ben, een vrouw en kinderen. Ja, hij heeft het nu gewoon goed voor elkaar. Zoals hij het wilde hebben, denk ik. Alles loopt zoals het moet lopen en dit kan hij nog tot zijn 70 volhouden als hij wil. En ik denk ook dat Jan dat wil. Hij zegt wel eens dat hij wil stoppen als hij 40 is, maar ik ken Jan goed genoeg, dat ken hij niet. Doet hij niet. En liedjes schrijven zal hij ook altijd blijven doen. Want als hij s'nachts wakker wordt, hij wordt s'nachts wakker met een idee en dan gaat hij ook naar beneden en dan gaat hij op zijn telefoon zetten of zo. En de volgende morgen voor dag en dag op kantoor. Dan zegt hij: luister even, wat vind je hiervan?
En dat is zijn leven. Ik zeg tegen Jan, ik heb het nog nooit gevraagd. Ik zeg, ik heb het ook nog gedaan ook, maar ik heb nu één kleindochter. En zou je daar niet een tekst van willen maken? De volgende dag of twee dagen daarna, toen belde hij me op een avond op. Hij zegt, luister even naar deze tekst. Hij zegt, ik heb het even gemaakt voor je. Ik vond het ongelooflijk zo mooi. Ik zal je horen, laat het stukje. Ik waak terwijl je slaapt. En zacht. Het leven gaat te snel voorbij. U groeit me veel te groot. Het gaat eigenlijk om een gevoel tussen opa en zijn kleindochter. Het slaat op alle opa's van de wereld en met hun kleindochters. Morgen brengt de zon met zich mee. De schepen varen uit over zee. Kijk me zo onschuldig aan, met ogen hemelsblauw. Ach, mijn kleine meid, geniet van jou. Jan is gewoon een goede gozer, gewoon, die voor iedereen klaarstaat. Wat hij van Valdam heeft gedaan, dat is ongekend. Die jongen moet gewoon een standbeeld krijgen. Ik denk dat hij een deel van mijn persoon zelfs heeft gevormd door mij. De zekerheid te geven van wat ik kan. En ik heb het mooiste leven wat ik me kan wensen. Ik hoop dat ik 65 kan worden met Jan. Wat mij betreft blijf ik altijd met Jan werken. Want ja, dat heb ik altijd al gedaan. En ik zie Jan als een broer. Dus ja, ik denk dat ik met Jan altijd tot in het bejaardenhuis naartoe samen blijf. Jan is gewoon wereldgozer. Als de kogels op Jan afgevuurd zou worden, zou ik er gewoon voor gaan staan. Het is maar alles. Het is gewoon een maatje. Ik ben eigenlijk niet zijn manager. Jan is gewoon mijn vriend. Mooi, hè? Alle, hè? Heel mooi. Alle muziek van Jan Smit en vele anderen vind je op het grootste muziekplatform van Nederland, sterren.nl. Thuis bij Havrotros.